dat moet ik niet gaan beweren, een mooie school. Want dan zegt men meteen, wauw, die architecten die hebben het alleen maar altijd over de mooigheid. Het gaat erom of zo'n school functioneert en of het werkelijk... Dus ik mag dat woord mooi helemaal niet uitspreken. Dat mooi, dat is iets wat wij als een soort van huiswerk, waar je niet over praat, proberen we dat ook nog mooi te maken. Maar dat mag niet en dat is niet ons hoofddoel. Hè? Dus ik vind het heel leuk en ik vind het geweldig eer dat jullie die school ook nog mooi vinden. Maar de belangrijke vraag is natuurlijk, functioneert die? En kun je er echt mee werken? Dat is de opgave van een architect. Er staan 700 kinderen die zich de hele ochtend in het zweet hebben gewerkt. Die willen nu hun uitvoering doen. De directeuren, ja, flexibel als het onderwijs is, hebben het programma uitnodigen mee te gaan naar de grote gezamenlijke gymnastiekzaal. Maar ik word van het podium geschopt. Ik dank jullie allemaal voor je felicitaties. En ik hoop dat je de school niet alleen mooi vindt, maar dat er ook fantastisch mee gewerkt kan worden. Want de belangrijkste opgave die ik zie, is dat we mensen eens een keer een beetje tegengif geven
tegen wat ze allemaal voor de buis en zo zien. En dat ze echt een goede opvoeding, maar ook een goede opleiding krijgen. En ik hoop dat ze daar een klein beetje aan meegewerkt hebben. Nou. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on. Came to move, move.